vandaag zaterdag. Morgen gaan we iets heel bijzonders doen, die livestream. Ja. Die hebben jullie dan al gezien. Waarschijnlijk wel, ja. Maar voor mij is het best spannend. Mm-hmm. Eerst even. Ja, wij gaan naar middel. Zo, Verona is opgezadeld. Tada! Moeder zadelt zichzelf nog even op. Ja. Dus mijn moeder gaat binnenrijden. Tess die helpt steeds vaker op de Arkhoeve Felicia. Dat is een broer op de Arkhoeve. En dat heeft zo zijn voordelen. Want mijn paard is inmiddels opgezadeld en wel in de bak, kijk. En groefje Tessa, die heeft dat gewoon allemaal al gedaan, zonder dat ik het hoef te vragen. Dus ik denk dat Tessa wel een hele uitstekende groom zou zijn. Moet ik even zeggen. Kijk, mijn beugels zitten te lang. Dan komt groefje Tessa weer aanrennen. Nee, niet zo ver. Niet zo ver, zegt ze. Nee, niet te ver. Sorry hoor. Ja, dit is mijn leven. Wij zijn klaar op middel. Mama, heb je lekker gereden? Ja, ze was wel sterk een paar keer. Dus toen heb ik dan de methode, halt houden, wachten en weer verder toegepast. Ja, ik heb daar ook een stukje van gefilmd. En toen ging het eigenlijk steeds beter. Maar ze heeft heel erg de neiging of om helemaal niet te lopen. Dus dan pak ik een zweepje erbij, niet om een tik te geven. Maar daar gaat ze nou helemaal van lopen. Maar dan is ze eigenlijk ook niet meer te houden. Mm-hmm. Dus dan moet ze even de balans vinden in toch gewoon lopen. Zonder mij of ver uit zadel te trekken en ja. Dat soort dingen. We gaan eerst even naar de horse store. Ja, we gaan eerst naar de horse store, want Blondie heeft wat oneffenheden op haar huid, bij haar buik. Ja, ik denk een schimmeltje of een bacterietje of een infectietje, iets. Niks ernstig, dus voorlopig even met betadine schoonmaken. Van Ecostal hebben we calendula spray. Ja, en daarmee doen we na de betadine. Maar ik vind wel dat je dan ook je singeldekens en dat soort dingen echt perfect schoon moet houden. Want anders dan doe je, het zit namelijk op de singelplek. En anders dan doe je de singel vast, dan zit dat spul tegen de singel aan. En dan vervolgens leg je dat weg. En de volgende dag doe je het dan op de plek die je aan het schoonhouden bent. Dus dat is een beetje smerig. En zo ongeveer net als hardlopen en dan je vieze t-shirt de volgende dag gewoon weer aantrekken. Dus dan moet het schoon blijven. En Tess heeft wel leerdoekjes, maar ik heb liever dat ze het doet met spuitbus en dan wegwerpdoekjes, zodat het ook niet ergens inkomt. En daarna naar de Arkhoeve ga ik even kijken of er binnen lessen zijn, want er zwaait vandaag heel hard. En als er binnen lessen zijn, dan ga ik met de ponies freestylen. Daarmee krijgen ze ook heel veel beweging. En Tess ook. Ik ook, vooral met Boris. Boris die heeft af en toe nog wel een paar neigingen. Maar dat leert hij ook weer heel erg snel af. We zijn er geweest. Hier achter is de weg. Wat we hebben gekocht is 2 van deze handschoenen. Ze ruiken helemaal naar nieuw. En dit is een handschoen waarmee we het leer gaan schoonmaken. Normaal gesproken is dit gewoon een bondje om het zo schoon te maken. Dan leerdoekjes. Dat is altijd handig. Dan hebben we deze spuit gekocht. En dan draai je dit zo open. En dan... ruikt dat heel heftig. En volgens mij is dat het enige wat we hebben gekocht. We zijn vandaag braaf geweest. Ik heb net 2 TikTokjes opgenomen met Blondie. Dus het is nu al wat later. Ik ga Blondie nu echt poetsen en... rijden. Zondag vandaag en vandaag is de dag van de livestream.
Rick die is mee. We gaan naar de Arkhoeven. Tess zit hier achter. Daar. En ik heb mijn, als concessie, een cowboyhoed op. Want het thema is dressuurspringen en carnaval. Dus ja, je moet wat, hè. Het is best spannend, want we hebben dit in deze vorm nog nooit gedaan. We hebben wel vaker livestream vanaf een manege en we hebben wel vaker livestreams gedaan, maar niet in deze hoedanigheid. Het is oefenen voor de Co-Social Party, waar wij een mega gave show neer gaan zetten. En die gave show wordt iets via Instagram, YouTube en de hele rattenplan. Dat gaan we nu testen. En dan gaan jullie op de party zien wat het resultaat is. Maar je kunt dus de livestream ook nog wel terugkijken hoor, hoe het gegaan is. Maar wij vinden het in ieder geval best spannend. We zijn in de Arkhoeven en we gaan dus alles nu klaarzetten voor die livestream. Tess die gaat ondertussen Boris rijden en dan Blondie klaarzetten. Dan gaat het allemaal gebeuren. Veel meer vriendinnen. Rick heeft hulp vandaag. Zijn lieftallige assistente Jolie. De livestream zit erop. Er waren een hele hoop dingen goed gegaan, maar één ding was misgegaan en dat was het internet. Dus daar hebben we heel veel van geleerd. Maar dat gaan we oplossen voor de volgende keer. Dus het is nu bijna 7:45. Tijd om de boel op te ruimen en lekker naar huis te gaan. Het is vandaag maandag. Vandaag komt Susanna voor Boris. We Boris zijn zadels, want we hebben nu wel een zadel wat ongeveer past. Alleen nog niet helemaal lekker. Dus daarvoor komt Susanna, toch? Ja. Susanna die... gaat even Boris de zadels nakijken. Tenminste, zadels, hij heeft er één, maar er zijn een aantal zadels die in aanmerking komen voor hem. En dan kan ze even kijken welke het beste ligt en welke ze dan aan kan passen, zodat hij het fijnste voor hem ligt. We gaan voor Boris geen nieuw zadel kopen, dat mag ze voor een eigenaar doen. Alleen willen we natuurlijk wel dat hij zo comfortabel mogelijk en prettig mogelijk een zadel op zijn rug heeft. Dus dan laten we zuster even naar kijken. Zo, hier staat Boris. En ik heb net even Blondie haar deken gewisseld. Ze heeft nu haar therapie om. En ik ga Boris lekker poetsen. En dan wachten tot Susanna komt. Ik heb Suus weer bij me. Daar zijn we weer. Onze zadelfitter mevrouw. Ze zegt het goed, toch? Ja hoor. Ja. Dit keer geen nieuw zadel, heb ik al uitgelegd. We hebben 4 zadels nu, de 5 kunnen we niet vinden. En die ga je even proberen. Ja. Maldone ga even naar achteren. Iedereen weet inmiddels dat dit onze knuffelpony is, maar dat hij nu eventjes naar achter moet. Zo. Ja, helemaal goed. Dus jij gaat even kijken welke het beste ligt. We gaan kijken welke het beste ligt en mogelijk aanpassen. Ja, heel graag. Ja. Nou, we gaan aan de slag. Leuk. Dan gaan we met Boris beginnen. Ja. Oké, we hebben een zadel gevonden. Dat is de Euroriding. Die hebben we uitgekozen tussen alle zadels wat het beste past bij de pony. Het is echt een mooie rechte boom op, mooie rechte rug. De goede boommaat, dus dat scheelt, hoeven we hem niet in de pers te zetten. Wat we wel moeten doen is de vulling aanpassen. Dus we gaan hem helemaal optimaal maken naar Boris' rug. En qua boommaat laten we hem gewoon door die is. Dat is wel mooi gegeven. Tess, dit wordt hem. Denk het wel, ja. Ja, perfect. Hier kan je lekker mee met Boris gaan trainen. Veel plezier. Dankjewel. Het is vandaag dinsdag. En ik heb Verona net gedaan. We gaan nu naar de winkel. We gaan boodschapjes halen. Gaan we bij papa eten, toch? Ja, leuk houden. En dan ga ik naar de Arkhoeven toe. En dan ga ik Blondie even logeren en freestylen. Al in de longeerbak. Sorry, ik was jullie eventjes vergeten. Nee hoor, ik was de camera vergeten. Lisa heeft nu even overgenomen. Want we zijn nu bezig met touwtjes longeren. Dus er zitten er touwtjes aan. Ook hele mooie roze. Ga ik jullie even neerzetten dat jullie het goed kunnen zien. Ik ga even een kleine samenvatting geven van wat er net allemaal is gebeurd. Ik heb net Blondie gelongeerd en freestylen gedaan samen met Felicia. Felicia die heeft Boris ook nog
gelongeerd en toen heb ik Just afgespoten, ja, dat is het. Spullen aan het opruimen. Dan daarna ga ik mijn moeder een appje sturen. En dan ga ik alles hier op het zadel doen. Want daar moeten nieuwe beugels op en beugelriemen. Dan moet ik slobber geven. En dan ben ik klaar. Vandaag is het woensdag, want gisteren was het dinsdag, dus dat is best logisch. Vandaag les op Blondie en op Boris. Mijn eerste is al 11:15. Dat is best wel heel erg vroeg. En daarna ga ik even vragen of ik kan helpen. En dan ga ik naar huis toe. Dat is een goed teken. Nou, ik heb Blondie heel eventjes zelf, ik denk nog niet eens 10 minuten gereden. Even om te voelen hoe het gevoel was, hoe Blondie luisterde naar mijn hulpen. En daar was ik echt super tevreden over. Ze voelde heel erg recht. Ze voelde heel erg dat ze ook aan de linkerkant, waar ze eigenlijk altijd ietsje losser is, mooie verbinding wilde maken. Waardoor ik met mijn rechterbeen meteen een beetje wat kon wijken en daardoor wat buiging in de hals kon gaan vragen. Dus de laterale buiging. Heel goed. Ja, ik moet even van het gewennen af van de lengtebuiging. Dus ik was heel tevreden, daarom heb ik ook maar 10 minuutjes gereden. En nu mag jij doen. Ja. Ik heb inderdaad ook heel erg mee. Ja, zeker. Nou, voelde ook heel goed. En we krijgen weer een beetje billen. We krijgen weer een beetje buik. Minder spek zo. Ja. Nou, spek mag ze wel een beetje. Een beetje minder. Exact. Nou, gas met die lolly. Goed zo. Ja, let op. Want nu pak je er meteen heel veel op rechts, hè? Zou het liefst willen dat je eerst goed oplet dat hij aan links is. Linker teugel vind ik ook ietsje langer als je rechter teugel. Goed zo. Ja, daar. Moet je rechter kuiter aanhouden en aan de linker teugel verbinding houden. Zo. Goed zo. Even binnenbenen aan. Ja, goed zo. Daar. Mooi meeveren met je arm. Dat je alle kwaliteit van de stap eigenlijk benut, hè. Dat je niet je hand op zijn plek houdt, waardoor de kwaliteit van de stap een beetje ten koste gaat. Of wat ten koste gaat aan de kwaliteit van de stap. Goed zo, heel erg mooi. En je bent vooral bezig om haar constant gelijk aan 2 mondhoeken te krijgen. Ja, en vooral moet je denken aan links en dan ietsje zachter maken op rechts. Gaat ze dan naar links kijken, moet je goed je rechterkuit eraan houden. Dat je dus eigenlijk haar niet eens zozeer met je benen achter de kont naar buiten duwt, maar meer met je benen een beetje bij de singel. Alsof je de schouder wat naar buiten zou willen duwen. Zo. Echt mooi is ze zo in die donkere kleur. Ja. Ik ben blij dat je hem mooi vindt. Jij niet? Jazeker. Mooier dan dat witte. Ja, zeker. Er zit daar wel een wit plekje. Ah, dat geeft niet. Nee, daar. Ja, op de buik ergens. Oeh, het is een botte! Het is een bont. 4 witte benen, dan is het een dopper. Oké, nou goed gedaan Tess. Het is heel belangrijk dat je dus steeds meer leert om je benen en je hand samen te laten werken. En dan zie je eigenlijk aan het eind, zijn we even zo goed doorgegaan op die overgang van stap naar draf. Omdat ze zichzelf dan een beetje lang wil maken. Dat je dan iedere keer even naar voren toe rijdt. En dat je daardoor daarna eigenlijk een super mooi stuk hebt. Gewoon omdat je even consequent en duidelijk bent geweest. Hartstikke goed. Oké, ja, kom maar. Ja, ik kan je vasthouden. Doe het met de kinderen van het kinderfeestje ook altijd. Oh, echt. Je hebt je vast, hè? Uh-huh. Oké, kom maar naar achter. En als je benen over... Ik heb je vast. Als je benen over je hoofd zijn, laat je je handen los. Kom maar. Benen eroverheen. Los! Los! Je moet wel vastlaan. Een brave pony ook, hè? Wil jij deze goodiebag winnen van Bukas? Oh, terug mee. Jezus. Ja, ik moet mij lijken. Stop. Oh, stop. Ben ik uit beeld? Ja. Oké. Ja, dan maar. Wil jij deze goodiebag winnen van Bukas? Tess? Ja. Hij moet dan zeggen van, wat moet je van doen? Oh, partner.
analysblessure. Dat wordt hier niet heel veel beter van. Wil jij deze goodiebag winnen van Lucas? Maak dan een filmpje met je paard of pony dat jij een trucje doet. In deze goodiebag zitten warmtebeker, een petje, een meetlint om te kijken wat voor maat deken je paard moet, een pen en een case voor je pasjes op je telefoon. En een tasje zelf. Succes! Woehoe! Zo, het is inmiddels eventjes later. Boris staat achter me en ik ga Boris rijden. Ik heb net met Blondie gereden. Ging supergoed. Nee. Ja. Zo, we zijn met Boris onderweg naar de bak. Daar hebben we les. Jij. Nou, jullie zien ook weer de les. Oeps, of je zet de camera aan, maar niet op filmen. Oepsie. Het was niet helemaal de bedoeling om het niet aan te zetten. Dus Boris en ik hebben wel een hele goede les gehad. Alleen het staat niet op camera, dat vind ik wel erg jammer. Daan heeft het eerste stukje gereden. Ik was met Kasimir bezig met afzadelen. Ik moet zo ook nog even spullen opruimen. En even mijn eigen spullen opruimen, even wat eten. En dan naar huis toe. Het is vandaag donderdag. Hier is Eros. Eros vindt de camera heel interessant. Oh, en Blondie vindt Eros heel interessant. Oh, en Eros gaat weg. Nou, dat was Eros voor vandaag. Ja, ik ben echt mijn tijd aan het vermaken. Want ik ben aan het wachten op Felicia. Want daarmee gaan we zo de paarden doen. Ik kan wel even kijken of er wat op het bord is geschreven. Oh jee. Kier moet vandaag gereden worden. Ja. Ja, zoiets is het. Even wachten op Felicia en dan gaan we aan de slag, hè, Blondie. Oh. Blondie kan altijd zo lief en schattig. En oh, Kier, jij ook. Kijken. Je kijkt aan, hè? Zo. Jij moet zorgen dat ze aan de teugel is. En aan de teugel is alleen maar dat je elke pas gewoon daar druk met haar mond op voelt. Zo. De teugel is te lang, want ik zie je steeds een beetje losbungelen. Dus als je dan je hand als wat op je zadel hebt, weet je ook dat je teugel te lang is. Zo, ja. Duimen bovenop, hè. Liever je duim naar buiten als je duim naar binnen. Zo, soepel in je lijf, zodat je hand mooi stil is. Ja, en is ze sterk, vul je aan met je kuit. En dan mag je best druk blijven geven met je ringvinger. Niet terugtrekken, maar druk geven. Totdat je voelt dat ze weer wat zakt en ontspant. Maar dat mag alleen in samenwerking met reactie aan je been. Daar. Ja, je mag alleen druk geven met je ringvinger. Samen met reactie aan je been. Zo, ja. En let wel op, hè. Met haar hetzelfde als met Boris. Dat je niet elke pas been aan het geven bent. Been geven en reactie krijgen. En daarna weer los. Zo, ja. Ja, en je aan twee teugels evenveel gelijke verbindingen. Top, als je een paard iets doet, moet jij het bijna opgelost hebben voordat ik het kan zien. Want als ik iets zie, is het eigenlijk al vijf passen verder. En jij zou eigenlijk als je iets doet, dan meteen moeten kunnen gaan corrigeren, zodat ik het niet eens kan zien. Zo, als je daar dus zelf de concentreerde voelt, wat doet mijn paard? Hand laag, toch je kuit eromheen. Hand laag, je kuit eromheen. Zo, ja. Heel goed. Nou, recht. En let op dat als we zo lekker gaan ontspannen, dat je niet stiekem de teugel langer laat worden. Hè? Want anders dan raak je het straks gekwijt. Ik voel het vandaag eigenlijk best wel heel erg moeilijk. Ja, maar paardrijden is ook niet makkelijk. Staan, zit, leren, dat is best makkelijk. Maar je moet natuurlijk heel erg gaan voelen. Als je een paard goed voor elkaar wil krijgen. Je mag niet te veel doen, maar je mag ook niet te weinig doen. Als jij als ruiter kan aan jouw paard aangeven wat je van hem of haar wilt gaan verwachten. Hoef je niet vanuit te gaan dat dat meteen lukt. Maar je moet, als je een paard wilt trainen, een soort voelen. Waar zet mijn paard welke stap? Hoe maakt hij zich scheef? Of waar wil hij een beetje uitwijken op de volte? Of in mijn hand, waar wil hij sterker zijn? Jij als ruiter kunt dat corrigeren. Zij als paard denkt alleen maar, wat is voor mij het makkelijkst? Ja. Zou ik ook hebben. Ja. Dus jij als ruiter kan dus denken, die schouders moeten een beetje recht, die teugeldruk moet een beetje gelijk.
Dus een beetje harder in de ene knijp, een beetje minder hard in de ander. Ja. Dus zorg dat je jezelf heel goed voorneemt. Je doet niet te veel, want dan ga je een soort gevecht aan. Dat willen we helemaal niet. Maar je doet ook niet wachten en vragen aan haar wanneer gaat het gebeuren. Ja. Dat je het aan haar overlaat. Want zij zal denken, braaf, wat is voor mij het makkelijkst? Nou, dat is een beetje lui, een beetje scheef of juist heel hard en een beetje druk. Hè? Dat doet zichzelf een beetje afwisselen met elkaar. Dus ja, als ruiter doet heel goed voelen, wat doet mijn paard? En ik corrigeer het, laat het ook weer even los, kijk of ze het begrepen hebben. Zo niet, corrigeer ik het nog een keer. Daarna laat ik weer los, gaat ze het weer opzoeken wat ze makkelijker vindt, wat voor haar makkelijker is. Je corrigeert het en je wacht. Net zolang dat zij denkt, oh, oké, okay, nou ja, dan kunnen we weer verder met het volgende. Ja? Ja. Goed zo. Boris, die is natuurlijk nog wat jonger. En hij heeft niet heel veel ervaringen met springen. Hij heeft wel al een paar keer gesprongen. Dus we gaan kijken hoe het vandaag zit. Ging het eigenlijk best wel heel erg goed. Kan je me zeggen, dat doe ik niet na, want ik vind springen niet zo leuk. Nou, ja, ik vond het een geslaagde springles.